tip is kijk naar Impact Speciaal. Vandaag laat ik je zien hoe je een huisvormig doosje kunt vouwen. Hiervoor heb je twee vellen papier nodig. Eén van 20 bij 20 cm en één van 19 bij 19 cm. Van de grote maak je de deksel. Maar eerst laat ik je zien hoe je van de kleine het doosje maakt. Je begint met de achterkant van het papier naar boven. Daarna vouw je papier schuindubbel. Dit vouw je open en dan vouw je het ook in de andere richting schuindubbel. Ook dit vouw je weer open. Vervolgens vouw je alle hoeken naar het midden. Deze vouwen laat je zitten en dan vouw je één zijkant naar het midden. Dit vouw je weer open. Daarna vouw je de twee zijkanten hier langs naar het midden. Ook dit vouw je weer open. Vervolgens ga je aan de bovenkant schuine vouwen maken. Hiervoor vouw je de hoek boven naar de vouwlijnen in de hoek er schuin tegenover. Dan maak je een vouw vanaf de eerste vouwlijn aan de zijkant naar boven. Dit vouw je weer open en dan haal je bij de andere bovenhoek. Daarna heb je ook nog schuine vouwen in de zijkanten nodig. Hiervoor vouw je de hoek onder naar de vouwlijn in de hoek er schuin tegenover. En maak je vanuit de zijkant een vouw tot je de eerste vouwlijn tegenkomt. Dit vouw je weer open en dan haal je ook aan de andere kant. Dan draai je het papier om. Tussen de schuine vouw die je net maakte en de rechte vouw eronder ga je nu een nieuwe vouw maken. Hiervoor vouw je deze twee vouwen op elkaar. Daarna vouw je dit weer open en doe je hetzelfde aan de andere kant. Vervolgens draai je het papier weer om. Nu ga je een schuine vouw maken in de bovenhoek. Hierbij vouw je het zo ver naar binnen tot je aan de zijkant het begin van de schuine vouw die je net maakte tegenkomt. Daarna doe je hetzelfde bij de andere hoek. Vervolgens vouw je de punt van die hoek nog om op de vouwlijn die daar zit. Dit herhaal je ook bij de andere hoek. Dan vouw je die hoeken en de onderhoek vanuit het midden open. Daarna vouw je de onderkant dubbel op de eerste vouw vanuit het midden. Vervolgens vouw je aan de zijkant de eerste vouwlijn naar binnen dubbel. Hierbij maak je een schuine vouw op de rand van de andere hoek die naar het midden gevouwen zit. Hetzelfde doe je aan de andere zijkant. Daarna vouw je de hoek hieroverheen naar binnen. Dan vouw je aan de bovenkant de hoek open. Vervolgens vouw je aan de zijkanten de schuine vouwen er weer in. Daarna vouw je de hoek boven naar binnen dubbel, tot er in het midden de vorm van een huis overblijft. Vervolgens vouw je één laag van de rand boven naar binnen. Daarna vouw je aan de andere kant de vouw aan de binnenkant dubbel en de rand eroverheen. Als laatste vouw je dan bovenaan de rand op de vouw die al in het papier zit naar binnen dubbel. Hierbij vouwen de punten van de hoeken vanzelf om en is het doosgedeelte klaar. Verder met de deksel. Je begint weer met de achterkant van het papier naar boven. Daarna vouw je het papier schuindubbel. Dit vouw je open en dan vouw je het ook in de andere richting schuindubbel. Ook dit vouw je weer open. Vervolgens vouw je alle hoeken naar het midden. Deze vouwen laat je zitten en dan vouw je één zijkant naar het midden. Dit vouw je weer open. Daarna vouw je de twee zijkanten hier langs naar het midden. Ook dit vouw je weer open. Vervolgens ga je aan de bovenkant schuine vouwen maken. Hiervoor vouw je de hoek boven naar de vouwlijnen in de hoek er schuin tegenover. Dan maak je een vouw vanaf de eerste vouwlijn aan de zijkant naar boven. Dit vouw je weer open en dan haal je bij de andere bovenhoek. Daarna heb je ook nog schuine vouwen in de zijkanten nodig. Hiervoor vouw je de hoek onder naar de vouwlijn in de hoek er schuin tegenover. En maak je vanuit de zijkant een vouw tot je de eerste vouwlijn tegenkomt. Dit vouw je weer open en dan haal je ook aan de andere kant. Dan draai je het papier om. Tussen de schuine vouw die je net maakte en de rechte vouw eronder ga je nu een nieuwe vouw maken. Hiervoor vouw je deze twee vouwen op elkaar. Daarna vouw je dit weer open en doe je hetzelfde aan de andere kant.
Vervolgens draai je het papier weer rond. Nu ga je een schuine vouw maken in de bovenhoek. Hierbij vouw je het zo ver naar binnen tot je aan de zijkant het begin van de schuine vouw die je net maakte tegenkomt. Daarna doe je hetzelfde bij de andere hoek. Vervolgens vouw je de punt van die hoek nog om op de vouwlijn die daar zit. Dit herhaal je ook bij de andere hoek. Dan vouw je de onderkant dubbel op de eerste vouwlijn die je tegenkomt. Dit vouw je weer open en ook de hoekjes boven. Daarna vouw je de zijkant naar de eerste vouwlijn die je tegenkomt. En maak je van onderuit een vouw tot je aan de zijkant een schuine vouw tegenkomt. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Vervolgens vouw je de hoek boven weer om. En vouw je deze dubbel tot de eerste vouwlijn. Dit is dus voor het puntje van die hoek. Deze vouw loopt van de bovenkant tot de vouwlijn aan de zijkant. Daarna herhaal je hetzelfde aan de andere kant. Vervolgens vouw je de hoekjes boven weer open. Ook vouw je de onderhoek vanuit het midden open. Dan vouw je de zijkanten dubbel. Daarna maak je de schuine vouw aan de zijkant erin. En vouw je de zijkanten rechtop. En dan haal je ook aan de andere kant. Vervolgens vouw je de hoek boven, dan over de schuine vouwen heen. Daarna vouw je bovenaan in het midden de schuine vouwen erin. En vouw je ook de andere hoek over de schuine vouwen naar binnen. Dan vouw je aan de onderkant de zijkanten dubbel. Vervolgens vouw je de rand gelijk met de opstaande rand. En maak je een schuine vouw. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Daarna vouw je de hoek hier overheen naar binnen dubbel. Nu is ook de deksel klaar. En kan deze op het doosje. Zo heb je het huisvormige doosje af. Om ervoor te zorgen dat alles goed blijft zitten, kun je bij het doosje de hoeken bovenin met dubbelzijdige tape vastplakken. Net als de hoek onder aan de binnenkant. Bij de deksel plak je ook de hoek onder aan de binnenkant vast. Zo heb je een leuk huisvormig doosje om een cadeautje in te geven. Bijvoorbeeld als iemand een eigen huis heeft of is gaan samenwonen. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En wil je vaker video's van mij zien? Dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende keer!